net even iets dieper erin. Klinkt ook heel fout ook. Just became a golden fucking record. Kan je die doen af en toe? Het is best wel een grote track. En er ligt best wel veel druk op. Nou, je hebt hem helemaal afgevinkt, man. We zijn echt super blij mee. Hey YouTube. Leuk dat jullie weer kijken naar alweer de vierde episode van Enter Your Mind. Het is de tweede episode en daarvoor gaan we langs bij een artiest die ook op Scantrax released. De meeste van jullie kennen hem wel. Hij draait al een tijdje mee, maar toch is het een nieuwe naam. Hij heeft het ook aangedurfd om een van onze grootste tracks te remixen. Dus we zijn erg benieuwd wat hij ervan heeft gemaakt. Maar voordat we het vergeten, like, subscribe en laat even in de comments weten welke track jij graag een remix zou willen hebben in de volgende aflevering. Veel plezier met deze aflevering van Enter Your Mind. Zo, de tweede remixartiest. Ja, die komt uit de stad van het grootste hardstyle indoor evenement. Of ja. Tenminste, daar woont hij. Ja. Ja, heel veel mensen zullen hem ook wel onder zijn vorige artiestennaam kennen. Maar inmiddels is hij hard aan de weg aan het timmeren. En ook een van onze collega's bij Scantrax. En nou ja, hij kon natuurlijk niet ontbreken in ons concept Enter Your Mind. Want ja, ik ben gewoon zo benieuwd hoe het klinkt. Een remix van hem. Ja. Van een D-Block en F van plaat. Zeker. Nou ja, wie is het? Ja, wie is het? Nou, laten we maar eens gaan luisteren. Get down to earth. Dit was zijn eerste plaat, was gelijk raak. Zijn eerste plaat onder zijn nieuwe artiestennaam. En ik denk dat de meesten van jullie het wel weten. Het is... Celtic! Get down to earth. Wat mij motiveerde om een nieuwe act te starten was eigenlijk het moment dat ik een jaar lang thuis heb gezeten en echt rust heb gehad. Goed heb na kunnen denken over wat ik wilde doen met de toekomst. En daarbij begon het hardstyle gevoel steeds meer te kriebelen. Want intimiteit met hardstyle, met DJ en de fans en het gezellige ervan en het explosieve ervan, heb je nergens. En dat is nou precies het ding wat mij echt motiveerde om weer terug te komen. En ook de jarenlange ervaring en het feit dat ik echt getraind ben om deze muziek te maken. Ja, het is altijd heel thematisch en heel erg uitgewerkt. En de atmosfeer is altijd echt heel erg dromerig en filmisch. En dat vind ik zelf heel erg tof. En wij proberen vaak ook wel dat soort elementen in onze muziek te stoppen. Maar bij hem is het vaak nog net even iets dieper erin. Ja. En dat... Ja, dat klinkt ook heel fout ook. Ik ben benieuwd of hij ook zo lekker down to earth is gebleven. Ja, we gaan hem eens even goed ondervragen. Ja, daar staat hij. Yo, yo, yo. Yo, Mr. Celtic. Mannen. Hoe is het nou? Hoe is het leven? Ja, goed, we doen ons best, hè? Ja, ik ook. Ja. Helpt het ook? Ja, je best doet. Dat helpt heel goed. Hey, we hebben net even naar Down to Earth geluisterd. Ja, jouw eerste plaat als Celtic. Ja. Ja, dat is voor mij ook een tijdje geleden dat ik dat gehoord heb, eigenlijk. Ja? Ja. Hoe lang ben je nou bezig om Celtic? Ja, toch al meer vier jaar of zo? Vier en een half jaar. Wie er vooral belangrijk zijn geweest in het beginproces van Celtic, dat is mijn manager. En op dat moment was mijn manager van Scantrax. Ja, ik had eigenlijk net voor mezelf en maar echt alleen voor mezelf besloten om het in mijn eentje te gaan doen, om echt weer zelf terug te gaan komen. En ik vertelde aan de buitenwereld nog van ja, misschien een ghost producer verhaal en dat er dan iemand voor mij zou gaan draaien of zo. Hij zei tegen me, maar ja, dan moeten we misschien toch maar eens gaan praten of we iets met Scantrax kunnen gaan doen. Ik zei, nou ja, dan kan ik het ook wel vertellen, ik ga het zelf doen. Er is echt heel, heel erg veel gebeurd in die afgelopen 4 jaar. Ja. Om weer eigenlijk vanaf niks, want ja, dat is het. Weet je, ik heb dan natuurlijk de cyclopunctie geschiedenis, maar het is niet zo dat dat direct ook helpt. Nee. Bij je populariteit of om je profiel weer opnieuw op te bouwen. Want mensen kennen je gewoon niet en je hebt geen output. Dus het is allemaal toch nog wel heel erg snel gegaan. Reverse Anthem mocht ik vrij snel doen.
Daarna eigenlijk al tegelijkertijd het Defcon Anthem. Voor het volgende jaar, 2019. Climax Anthem 2020 voor de Netflix film. En dan nog Climax 2019. Dat was zo spetterend. Ja, dan heb je echt het gevoel van, nou ja, zijn klaar. Kunnen we er weer mee stoppen? Nee. Hey, wij hebben jou natuurlijk gevraagd om een track van ons te gaan remixen. Ja. En de mensen weten nog niet wat het gaat worden. Dus misschien dat je dat kan vertellen. Ja, dat ben ik vergeten. Geef ons even een hint. Oh, ik mag het nog niet vertellen, zeg maar. Ja, je mag het wel vertellen, hoor. Oké. Vertel maar, de trommelgolvel. Het is geworden. Angels and Demons. Yes. Zo. Ik was heel erg blij dat ik hem mocht doen. Dus ik was echt verbaasd dat hij gewoon nog vrij was. Maar ja, dat is niet geheel zonder reden natuurlijk. Het is best wel een grote track en er ligt best wel veel druk op. Als ik aan Angels and Demons denk, dan denk ik vooral aan het begin van ons Antidote-album. Het was de eerste track die we eigenlijk weer maakten toen we uit een periode kwamen dat we niet zoveel feeling hadden met hardstyle. Ja, en daar hadden we zo'n goed gevoel bij. Echt weer een beetje die hele vibe rondom hardstyle, die draaide weer een beetje. Als je nu ziet wat ermee is gebeurd, dat is echt ongelooflijk. Tot een gouden plaat, ja, eindelijk een gouden plaat. Listen. The track Angels and Demons. We all know that track, right? This track just became a golden fucking record. A golden fucking record. And we gotta bring the pop out of the hardstyle scene, Mr. Scantrax, DJ The Prophet out here to hand over this golden record for Angels and Demons. Congratulations. Angels and Demons is ook de kick-off geweest van het Ghost Stories project. En dat is gewoon zo ontstaan. We dachten gewoon, we maken gewoon een vette track. Met een soort van spooky vibe en dat past goed bij hardstyle. Kregen we echt wel in de gaten dat mensen dat tof vonden. En op die manier hebben we ook Twilight Zone gemaakt natuurlijk. En daarna Ghost Stories. En zijn we ook echt op het concept Ghost Stories gekomen om daar een losse live act van te maken. Die videoclip van Angels and Demons, die vind ik misschien nog wel een van de tofste videoclips die we ooit hebben gedaan. Maken van een videoclip rondom een Ghost Story is altijd wel echt iets speciaals. Wij denken ook zeker dat het super erg bijdraagt aan de hele sfeer rondom Ghost Stories. Ik kan me nog wel herinneren, we waren op zoek samen met de appartement naar locaties. En dat was echt zo'n creepy huis midden in het centrum van Antwerpen ergens. En we kwamen er al binnen en toen dachten we, wow, nou, dit is gewoon de setting van dat nummer. Dat past gewoon zo goed erbij. Ik heb dan uit die vocal weer iets gepakt, Angels en Demons. Alleen die twee woordjes. En die heb ik dan met Melodyne helemaal gepitcht en naar een plek gebracht waarbij je een heel bijna freaky-achtig geheel krijgt. Maar ja, ik heb gewoon wel de originele melodie in ere gelaten. Zoals het is in het eerste blok. Maar als tweede blok heb ik in ieder geval wel de kans genomen om het net even wat meer mijn creativiteit erin te gooien en het echt een beetje om te bouwen naar iets anders. Nou, ik moet zeggen, ik had er nog best wel moeite mee met de. Ik doe de mixing en mastering altijd zelf. Ja. Maar ik had er nog best wel moeite mee om, zeg maar, level te krijgen van een van jullie laatste tracks. Want jullie masteren zo hard. Dat is echt, ja. Kijk, voor in een zaal win je daar alleen maar punten mee. Maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook te plat klinken of het gaat kapot. Zeker. En ja, jullie geluid is daarvoor ingericht dat niet kapot gaat. Maar mijn leads, die zijn wat dikker, zeg maar, waardoor het eerder, die kunnen dat niet aan. Het is bij ons ook wel een beetje compensatiedrang, hoor, eerlijk gezegd. Het is natuurlijk gewoon echt over de top hard, maar ja. Hè? Jouw eerste track onder Caltech was Down to Earth. Ja. We hebben hier op de heenweg al even naar geluisterd, maar daar ontstond iets heel moois mee met de Nederlandse sporten, toch? Ja, dat klopt, ja. Te goed, hè. Ja. Fuck, hoe heet ze nou?
Dit doen we van nu? Ja, die knippen we eruit. Hey, jouw eerste track, Down to Earth, ja. Die werd ook opgepakt door een of andere Nederlandse sporter, toch? Klopt, Jorien Ten Mors. Ja. Ja, dat was een schaatser, ja. Maar dat was een heel bizar iets, inderdaad. Echt heel bizar. Zij had dus blijkbaar bij een radio-interview had zij aangegeven, of nee, gewoon wel met een tv-camera erbij, dus ik weet niet meer precies wat het was. Zij had aangegeven, nadat zij goud had gewonnen voor Nederland, wat al best wel, zeg maar, aandacht trekt, dat zij vlak voordat zij haar wedstrijd begint, dan luistert ze, zeg maar, naar Down to Earth. Specifiek die track. Ja. Zo, echt zo van, dit geeft mij de motivatie om goud te winnen. Om hem te pakken, weet je wel. We are honored to welcome a gold medalist to our sacred ground. Put your hands together and make some noise for Olympic champion and true weekend warrior, Jorien Ter Mors. Yeah! Get down to earth. Down here! Yeah. En natuurlijk is er ook bij jou. Give it up for contact! Yeah. We enter your mind. Yes, we zijn nu in Arnhem. Klopt. Bekende brug? Hele bekende brug. Ja, echt een monument. Heel Tweede Wereldoorlog verhaal waar ik jullie niet mee ga vervelen. De brug te ver, inderdaad. Maar ja, het tekent wel Arnhem, natuurlijk. Het is echt een herkenningspunt. En ja, dat is eigenlijk waar ik vandaan kom. Waar ik mijn meeste... waar mijn achtergrond ligt. En wel een feestje ook hier al gehad, hè? Ja, precies. Inderdaad, op deze plek, Under the Bridge, Beat the Bridge. Meerdere malen gedraaid. En dit is ook de stad waar ik mijn allereerste feestje heb meegemaakt. Dus eigenlijk alles in en om Arnhem, dat is een beetje mijn geschiedenis, ja. Ja, want jij komt echt uit deze regio, maar Nijmegen is niet zo ver hier vandaan, hè? Nee, klopt. De Matrix klopt. Was ook voor jou een heel belangrijk... Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Daar hebben we echt heel veel gekke feestjes gehad. Eigenlijk al vrijwel vanaf het begin dat het open was. Ik was nog iets te jong, maar ja, lange jongen, weet je wel. Ik kom altijd wel binnen. En dat is ook eigenlijk een locatie waar ik jullie graag mee naartoe had willen nemen. Maar er staat nou een McDonald's. Je mag ons nog steeds meenemen. Ja. Ja. I'm loving it. I'm loving it, ja, zeker. Hey, we zijn bij de studio van Celtic. Yes. En we gaan zo meteen voor het eerst de Angels and Demons remix horen. Oh ja, ik kan niet wachten. Wat verwacht je ervan? Ja, nou ja, sowieso dat het wel iets vets wordt. Ik bedoel, Angels and Demons is voor heel veel mensen wel een track met lading. En voor onszelf ook wel. Ja. Ik bedoel, het meest gestreamde track. Beetje de inleiding van onze terugkomst in de hardstyle. En ja, gouden plaat. Dus ja, het is wel heel spannend. Maar ik denk wel dat hij er iets vets van kan maken. Beetje filmisch. Ja, heel erg diep de sfeer in, zeg maar. En dan zo'n typische Celtic-melodie. Zal er wel in. Ja, ik verwacht wel een beetje die... Dat zijn sowieso van die lange halen. En dan ja, zijn typische sound. Maar ja, misschien heeft hij wel iets heel anders gedaan. Dus, ja, nou ja, laten we het gaan checken. Yes, let's go. Let's go. Zo. Daar zitten we dan. Ja. Daar zit je dan. Moment van de waarheid. Vind je het spannend? Vinden jullie het spannend? Ja, ik vind het wel spannend. Ja, ik vind het niet spannend. Nee, ik vind het wel heel spannend wat jullie ervan denken, inderdaad. Ja. Ja. Ja, nee, ik ben ook wel echt heel erg benieuwd. Ja, daar gaat het mij het meest om. Ja. Nou, let's go dan maar. Ja, nou. Alright. Laat horen. Angels, demons, angels and demons. Dat blijft de hele dag in mijn kop zitten. Uiteindelijk niet helemaal het arrangement wat je normaal gesproken verwacht. Maar dit was wel mijn manier, zeg maar, om een soort van combinatie te bouwen van hun origineel en datgene waar ik dan nog even iets verder de diepte in ga. Wat ik ook heel erg vet vind, is dat moment als die melodie erin klapt met die kick. En dan denk je dat is de kick. En dan pa 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 pa, oh, boom. En dan komt gewoon die echte volle kick in. Lekker. Ja, hoor. Top.
Ja, echt gruwelijk. Ja. Ik vind het tof dat gewoon het origineel wel echt behouden is. Je hebt wel echt al die elementen erin. Ja. Het belletje, de melodie. Ja. Maar dan wel helemaal op zijn Celtic. Ik, ja, wat een opluchting dit. Ja, ja. Nou, je hebt hem helemaal afgevinkt, man. We zijn echt super blij. Niet normaal. En hij komt volgende week ook al uit. Dus, ja, lekker man. Volgende week al. Celtic remix van Angels and Demons. Zeker weten. Yes.